Hallo, ik ben Angelique van Dijk en werkzaam op basisschool ASV. Wij hebben meegedaan aan het uh, maakonderwijsproject. Uh, heel erg leuk, uh, daar heb ik met uh, groep 5-6 uh, het arrangement uitgewerkt, fietshelden gezocht. Uh, kinderen moesten uh, een probleem bedenken om het fietsen beter, leuker en veiliger te maken. Uh, qua creativiteit daar ontbrak het niet aan bij de kinderen. ze hebben echt enorm veel leuke dingen bedacht. maar als leerkracht vond ik het af en toe wel lastig waar stop je die creativiteit. want wat is nog haalbaar voor het project en wat ze dus uiteindelijk ook gaan maken. Uh, een volgend uh, dilemma is uh, dat je kinderen echt wel uh, van tevoren uh, uh, dingen moet leren... als ze bijvoorbeeld iets willen met een microbit of uh, andere technische uh, ICT-toepassingen. Anders bedenken ze het niet uh, om dat uh, in hun prototype te verwerken. Uh, dus het is belangrijk om daar vooraf uh, genoeg tijd aan te besteden. Uh, ik heb tijdens het uh, project eigenlijk... Uh, 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 het ICT een beetje erin verweven, maar het was fijner geweest als dat uh, vooraf uh, al aan bod was gekomen. Uh, het meest lastige uh, uh, van het hele project vind ik eigenlijk als de kinderen uh, een prototype klaar hebben, uh, dan zijn ze blij en tevreden met wat ze gemaakt hebben. Uh, om dan de kinderen eigenlijk te stimuleren in een tweede prototype. Uh, omdat het misschien uh, uh, toch niet helemaal werkt wat ze uh, gemaakt hebben. Dat vind ik wel lastig. Want uh, ja, ze zijn nou eenmaal trots op uh, hetgeen wat ze gemaakt hebben. Uh, dus je wil het niet afkeuren. Uh, dan moet je echt de juiste vragen stellen. Uh, om te zorgen dat ze dus een tweede prototype uh, nuttig vinden uh, om nog te maken.